een week bij NAC geweest. Je kan je conditie op peil houden en dan heb je in één keer een contract voor 2 jaar. Het kan raar lopen. Ja, inderdaad. Zoals je zei, ik kwam hier trainen. In eerste instantie om gewoon conditioneel fit te blijven. En na een week eigenlijk kreeg ik te horen dat de trainer tevreden was en dat ze wilde praten over een contract. En we zijn er redelijk snel uitgekomen. En daar ben ik heel blij om. En nu speel je gewoon weer bij een mooie club in de Eredivisie. En lekker dicht bij huis, hè? Lekker dicht bij huis. Ze trainen in Zundert. Ik woon in Schilde. 25 minuten rijden, dus het kan niet beter. Wat verwacht jij bij NAC? Nou, ik verwacht gewoon dat we... Ik heb gehoord dat ze vorig jaar het tweede seizoen zelf goed hebben gespeeld. Dat je die lijn kan doortrekken. We hebben nu toch wel een paar jongens met ervaring en een paar jonge talenten. Daar een mix van. En dan moet NAC gewoon een goed seizoen kunnen draaien. En voor jou persoonlijk is het ook een nieuwe kans, denk ik, om je weer eventjes te laten zien. Kijk, de Eredivisie blijft gewoon een mooie competitie. Natuurlijk ben ik een jaartje weg geweest in Denemarken. Maar dat neemt niet weg dat ik veranderd ben qua speler. De trainer kan mij... Maar in gebruiken. Denemarken ben je wel natuurlijk een beetje uit beeld. Nee, klopt. Maar ja, vorige zomer na een lange blessure kwam er heel weinig. En dan ben ik daar in ieder geval heb ik daar kunnen spelen. Om weer fit te worden. Dat ben ik nu. Dat heeft NAC ook gezien. De trainer kan met mij op verschillende posities uit de voeten. Dus ik zal mijn kansen wel krijgen. Een 2 jaar contract, daar spreekt meteen een waardering uit. Ja, klopt. Zoals ik al zei, eigenlijk na een week al. We zijn er ook heel snel uitgekomen omdat er toch wel waardering uitsprak. Vanuit de kant van NAC. En daarom dat ik ook niet heb getwijfeld en meteen heb getekend. Het is nog een beetje vroeg, hè, want het elftal moet nog vorm krijgen. Maar wat verwacht jij van NAC? Wat vind je bijvoorbeeld van de aankopen die gedaan zijn? Bijvoorbeeld nu ook weer Coupon erbij. Ja, zoals ik al zei, je hebt een paar ervaren spelers en je hebt een paar jonge talenten. Iedere positie moet je dubbel bezet hebben. Je hebt natuurlijk Schalk, die scoort aan de lopende band in de voorbereiding. Coupon is een andere spits, bal vast. Die kan je zeker ook gebruiken. En zoals ik al zei, ik hoop dat we met dit elftal gewoon een goed seizoen kunnen draaien. Vandaag tegen Zundert, altijd een leuke wedstrijd voor de supporters, want de bierpomp staat al open hier. Hoe was die voor jullie? Ja, je merkte dat zij, ze zakten ver terug. Zij deden het goed en dan moesten wij zoeken naar een opening. Daar hadden we de eerste helft meer moeite mee, op het einde ging het wat makkelijker, zij werden wat meer vermoeid. Maar ik denk dat we de afgelopen 2 weken aan heel veel aanvalspatronen hebben gewerkt. De wedstrijd hiervoor kwam er beter uit dan vandaag, maar het is voorbereiding, we hebben nog 4 weken te gaan.